In deze film ga ik deze lucht vervangen met een andere lucht. En op zich is dat helemaal niet zo ingewikkeld. Het allereerste wat we moeten doen is eigenlijk gewoon de lucht laten verdwijnen. En om dat duidelijker te maken, wil ik daar nu nog even niet de nieuwe lucht achter laten zien. Maar ik wil gewoon een egaal vlakker achter. Dus ik ga hieronder bij de aanpassingslagen een volle kleur maken. En ik kies in dit geval voor een rood tint. Nou, die ligt nu nog even boven de foto. En daarom zie je alleen het rood. Maar als ik de laag van mijn foto selecteer en ik druk op Ctrl-J om daar een kopie van te maken. En die slinger ik erboven. Dan is mijn boom op zich weer terug. Hoe ga ik nou deze lucht laten verdwijnen? Dat ga ik doen door middels van de optie overvloeien als. En dat vind je in het laagstijlen menu. En het laagstijlen menu dat kun je bereiken door er met rechts op te klikken. En dan hier te kiezen voor opties voor overvloeien. Of je dubbel klikt gewoon en dat gaat net iets sneller in een leeg stuk van de laag. En dan krijg je ook het laagstijlen menu. En waar wij moeten zijn dat is de optie overvloeien als. En daar heb je twee sliders. En met die sliders kun je eigenlijk aangeven van, hey, kijk naar bijvoorbeeld de onderliggende lagen. En als die donkerder zijn of lichter dan een bepaalde waarde, dan moet je gewoon hier alles uitzetten. En dat is ook wat wij gaan gebruiken. We gaan ervoor zorgen dat alles wat lichter is dan een bepaalde kleur, de lucht, dat die eigenlijk op deze laag niet te zien is en dat er dus die rode onderliggende kleurvulling uitkomt. Nou, en dat doe je gewoon door op de bovenste balk te zijn, deze laag. We gaan vertellen in deze laag dat alles wat licht is, wat aan de rechterkant staat, dat dat niet zichtbaar moet zijn. En dat doe je gewoon door het pijltje naar links te trekken. Nou, en als je dat doet, dan zie je wat er gebeurt in de achtergrond. Mijn lucht verdwijnt keurig, maar ook in mijn gras verdwijnt er heel veel. En dat was nou weer niet de bedoeling. En het overvloeien als, dat werkt ook gewoon met kanalen. Nu staat het namelijk nog op grijs. Maar je kunt ook zeggen van hey, kijk alleen naar het blauwe of alleen naar het groene kanaal. Zou ik hem bijvoorbeeld op het blauwe kanaal zetten. Dan zie je dat mijn uh, balken al veranderen. Maar ga ik er nu aan trekken, dan zie je dat het ook alleen invloed heeft op het blauw. En dat het gras dus gewoon intact blijft. Dus ik moet gewoon lekker met de blauwe balken spelen. Trek je hem helemaal door, dan zie je dat er in het gras ook nog wel weer dingen veranderen. Ja, dat klopt. Er zit altijd wel een klein beetje blauw in groen. Want anders zou het gewoon puur groen zijn en heb je niet zo'n mooi grasveld wat een beetje verloopt. Nou, wat moet je nou kiezen? Ja, dat is een beetje afhankelijk van jouw foto en van de kwaliteit van de foto. Ik ga een beetje inzoomen op de boom, want daar zit natuurlijk het probleem. De boom heeft allerlei fijne takken. En als je nu het filter aan gaat passen, dan zul je zien dat er allemaal kleine randjes om die takken heen zitten. En dat is geen probleem, dat kan ik ook gewoon keurig oplossen. In mijn laagstijlen menu heb ik namelijk die slider wel verdraaid, maar dat is een harde grens. En ik kan daar een soort van ja, uh, fading in gebruiken. Dus als je de alt ingedrukt houdt, kun je het gewoon uit elkaar trekken. Nou, en in feite is het dan gewoon alles wat aan deze kant staat, dat is niet zichtbaar. En alles wat aan deze kant staat, dat is hartstikke goed zichtbaar. En het gebiedje daartussenin, daar zit een mooi verloop in. En daar kun je een klein beetje mee spelen. Dit is dus het ene punt, het eindpunt zeg maar. Je ziet dat de lucht er weer langzaamaan bij komt. Dus ik kies gewoon een punt waarop die net verdwijnt. En een beetje op gevoel ga ik een punt zoeken waarvan de plaatjes prima werken. Nou, en ik ben hier eigenlijk wel happy mee. Is deze boom nou keurig uitgesneden op mijn rode achtergrond? Nee, dat niet. Maar dat maakt ook niet zo uit, want de lucht waar ik hem mee ga vervangen, dat is namelijk de lucht van deze foto. En daar zit ook veel blauw in. Dus het blauw achter deze boom, die randjes om de takken, daar zal dadelijk niks meer van te zien zijn. Maar op zich is dit dus wel een aardige uitsnede. Toch zijn er een paar plekjes onderin die gewoon ook een rood hebben. Als ik alleen even de bovenste laag aan laat staan en ik ga nou met het rood spelen, dan zie je in het gras dat er bepaalde dingen aan de hand zijn. Nou, laat ik dat nu alvast tackelen. Ik doe heel eenvoudig, ik kopieer de achtergrondlaag weer. Ik zet hem aan en ik zet hem even boven mijn kleurenvulling en vervolgens zet ik deze laag met een masker helemaal uit. En dat doe je door de alt ingedrukt te houden en hier op het masker icoontje te klikken. Nou, je krijgt dan een zwart masker en in dit geval is deze laag dus eigenlijk gewoon totaal niet aanwezig. En je kunt met een kwast en een witte voorgrondkleur, kun je gewoon in het masker verven op de foto en zo zeggen van hey laat deze stukken wel zien nou, en dat zijn dan precies die stukken die in het gras zitten. Nou wordt het tijd om de lucht erin te plakken en we gaan dus voor deze lucht. Nou, heel eenvoudig ga ik gewoon deze foto de laag op het plaatje staan. Je houdt de muisknop ingedrukt en je slingert hierboven naar je andere foto en je laat hem gewoon boven op de foto weer los en je ziet het hij staat er gewoon keurig bij. Nou, hij komt toevallig al achter mijn achtergrondlaag, maar ik wil hem in dit geval net boven de rode laag. Want de bovenste laag die laat mijn lucht verdwijnen, de laag daaronder die zorgt dat de voorgrond gewoon zichtbaar is. En met het verplaatsgereedschap kan ik deze lucht nou gewoon mooi en netjes plaatsen. En je dubbelklikt erop als je klaar bent. Die rode laag die kan inmiddels wel weg, maar dit hou ik dus over. En als ik nu inzoom op de boom... Dan zie je dat die, die kleine lijntjes, dat daar eigenlijk gewoon helemaal niks meer van te zien is. Dit is bijvoorbeeld het origineel. En dit is mijn variant. Ik zal hem nog een keer in zijn geheel laten zien. Dit is de variant die we uiteindelijk gemaakt hebben. En dit was de oorspronkelijke foto. Nog een paar kleine tips. Als je een lucht gaat vervangen, probeer altijd een beetje de uh, belichting in de gaten te houden. Deze boom die werpt een schaduw, en die schaduw valt op de heuvel. Zouden we nu een lucht pakken met uh, de zon? Linksboven, ja, dan zal die schaduw nooit zo kunnen vallen. Dus dat ziet er heel onnatuurlijk uit. En ondanks dat mensen daar misschien niet meteen de vinger op kunnen leggen, zullen ze wel dat gevoel hebben van er klopt iets niet. Heb je nou een witte lucht, het kan wel eens zijn dat je luchten echt gewoon uh, overbelicht zijn, zeg maar. Dan werkt het in principe hetzelfde. Maar je zou van het laagstijlen menu dan misschien wel gewoon in het grijs kunnen blijven. En je kunt dan de pech hebben dat er wel eens heel veel mee verdwijnt. En dat je die laag waarop je de achtergrond hebt gekopieerd en in een masker bepaalde delen terughaalt. Het kan zijn dat je daar dan heel veel werk aan hebt. Maar op zich, als je dat wil, is dat wel gewoon de moeite waard. Tot zover dus deze film weer. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.